Vandaag gaan deze vier YouTubers de moeilijkste Minecraft-uitdaging aan. Eén iemand bouwt iets bijzonders. Dit moet hij uitleggen aan de persoon naast hem zonder de blokken te benoemen. Ja, dit wordt dus complete chaos. Jongens, welkom bij deze ongelooflijk geweldige Minecraft-uitdaging. Meneer KB, ben jij er klaar voor? Je staat wel heel ver van mij vanaf. Volgens mij vind je het heel spannend. Ik vind het hartstikke spannend, maar ik ben er ook helemaal klaar voor. Je bent er helemaal klaar voor? Mooi, want Rick die heeft zijn Halloween kostuum al aan. Ik ben een pakje van hem, moet alleen nog even een masker op doen. Justin, wat sta je daar bijzonder? Ik zocht het wat hoger op. Jij gaat beginnen, Justin. Ja. Jij gaat iets bouwen. Dat moet je aan Rick uitleggen. Rick moet het aan KB uitleggen en KB aan mij. Veel succes, jongens. Ik ben heel benieuwd. Alvast screenshots. Nee, dat mag niet. Dat mag niet. Laten we in ieder geval begonnen. Wauw, laten we beginnen met ronde 1. Ricky. Justin. Jij gaat goed luisteren. Jij gaat iets fantastisch moois bouwen. Oké. Ik hoorde net... Dat gun ik jou gewoon. Oké. Ik hoorde net... We hebben maar 3 minuten. 3 minuten, oké. Okay. Dat is niet veel. Wanneer is hij ingegaan? Nee. Ik ga me inzetten, zeg maar, als je ready bent. Ben jij ready? Ben jij ready, Ricky? Ja, ik ben born ready. Oké, 3, 2, 1. Go! Oké, Ricky. Je hebt een schaap. Die rood is. Ja. Wat heeft hij? Als je hem scheert, dan heb je een rode wol. Pak je die. Ja, heb ik. Zet je de 3 richting... gewoon een lijntje. 3. Gewoon naar rechts. Oké. 3. Heb ik. Daarachter doe je precies hetzelfde, maar dan in een hele donkere kleur. De allerdonkerste kleur die er is. Maar dan van hetzelfde materiaal. Zwarte wol. Ja, dus dan heb je nu een dingetje van 6. Ja, heb ik. Ja, daarachter doe je dan weer 2, weer een 6, 6 rechthoekje van rood. Oké, ja, heb ik. Ja, dan weer een rijtje met die hele donkere. Gewoon daarachter weer? Ja. Ja, oké. En dan weer eentje met rood. Eentje met rood, oké, heb ik. Ja, dan ga je op die laatste zwarte die je hebt geplaatst. Ja, en dan helemaal aan de rechterkant, ja. Ja, ga maar. Ja, ik weet het, ja. Oké, dan bovenop doe je weer een heel rijtje rood. Ja. Bovenop de zwarte. Ja, heb ik. Dan heb je dus 2 rode aan de andere kant. Dit wordt een lijpe auto, oké? Ja, een hele lijpe auto. Dat plaatje van die waar je doorheen kan kijken, wordt gemaakt van zand als je het glas. Ja, glas. Kleurtje of gewoon glas? Gewoon glas. Heb ik. Oh ja, verdomp. Ja, jongen. Ja, paints. Okay. Ja, heb ik. Ja. Ja. En die zet je neer in 3. Dat hele rode... Ja, nee, gewoon in dat 6 rode dingetje, rechthoek. Ja, Maar ik heb toch net blokjes erbovenop geplaatst? Ja, maar daar tegenaan. Oh, daar tegenaan. Oh, ja, dus je hebt op die rode 6 weer. Ja. Nou, bovenop dat glas doe jij zo'n mooie vloerbedekking. Ja, carpet. Helemaal omheen. Dus heb je een 6 dingetje. Ja, heb ik. En dan doe je ga je naar die rode toe die bovenop die zwart is geplaatst, die rij 3. Ja. Dan doe je ook zo'n rijtje met het dingetje op. Ja, die heb ik. Die zit erop. Ja, die zit je erop. Ja, oké. Dan doe je op het voorste zwarte blokjes. Ja. Dus ja, die zwarte blokjes doe je van die drukknopjes, maar dan van massief steen. Button. Ja, massief steen, stone button. Oké, maar. Op alle 4. Oké, maar de voorste wielen zijn nog open bij mij, klopt dat? Ja, er zit zeg maar geen nog. Ik heb nog steeds dat zwarte lijntje. Moet daar niet iets van carbon of zo op? Bij de voorwielen. Ja, je hebt nu vooraan heb je een rijtje van 3. Dan een rijtje van. Een rijtje 3. Ja, ik heb een 6 hoekje. En 1 rij is rood en de andere is zwart. Justin, we hebben nog 4 seconden. Ja, dit is het. Niet. Het is goed. Nee. Ik heb hem, ik heb hem. Ja, tijd is voorbij. De tijd is voorbij. Had je nog veel meer? Mooi. Ja. Echt? Ja, maar ik wist niet veel dat ik 3 minuten kreeg. Ja, nee, dit is het. Oké, KB, ben jij er klaar voor? Ik ben er helemaal hartstikke klaar voor. Justin heeft echt zijn best gedaan. En ik heb hier iets prachtigs staan. En dat ga ik nu proberen om aan jou te vertellen. Ja, maar ik heb zoiets moois gemaakt. Dit is ook mooi, Justin. Dit komt helemaal goed. Oké. We hebben 3 minuten. Dus ja, ik zou zeggen, laten we zo gelijk beginnen. Je bent er klaar voor? Ik ben er hartstikke klaar voor, Oké. Komt-ie, hè? 3, 2, 1, go. Oké, we beginnen met het rooien van een schaap. Weet je wel, als je een schaap scheert, dan heb je... Ik heb geen idee waar je het over hebt. Als je een schaap scheert in Minecraft, wat krijg je dan? En dat moet dan in het rood? Jij mag het noemen, ik mag het niet noemen. Wat krijg waar je dan? Waar heeft die schaap last van dan? KB, we hebben nog 3 minuten.
Je wil een rode wol hebben. Ja, ja oké. Okay. Okay, je doet een rijtje van drie. Een rijtje van drie. Ja, ja een rijtje van drie. Oké, okay, dan ga je daarboven. Komt een rijtje van drie. Maar dan de zwarte variant van dat. Van hetzelfde materiaal. Ja, 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 ja. Oké, okay, een rijtje van drie erbovenop. Ja, dus dan heb je een rijtje van drie. Nee, ja. niet erbovenop, ervoor. Niet erbovenop, ervoor. Hoe bedoel je? Net zei je erboven. Nee, ja, okay. Oh, wat. Okay. Volgende, ja, okay. We hebben geen tijd. Dan doe je daarna zes, daarachter weer. Dus dan doe je, zes, dus je hebt nu rood. Een rijtje van drie, ja. Je hebt nu een rijtje van drie rood. Daarachter heb je een rijtje van drie zwart. En daarna heb je dus zes rood. Ja. Daar komt weer een rijtje van drie zwart achter. Ja. En daar weer eentje rood. Ja. Oké. Okay. Volgens mij gaat dit hartstikke lekker. Ja, dit gaat top. Oké, okay, dan heb je net dus die rode geplaatst. Dan ga je eentje terug naar die zwarte. En daar plaats je nog een rijtje op met rood. Erop. Een rijtje van drie. Ja, nu wel erop. Ja. Erboven. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja? Oké. Okay. Dit is hartstikke makkelijk, joh. Dan pak je dat spul waar je doorheen kan kijken. Dat doe je met zand smelten. Hè? Met zand smelten? Met zand smelten, wat krijg je dan? KB. Glas. Ja, ja, ja. En dan niet de dikke variant, maar de dunne. Dun glas. Ja. Dun glas. Heb ik. En dan maak je... Je hebt nu dus zeg maar dat... Je hebt net drie dat rijtje omhoog. En dan doe je in een U-vormpje op die andere rooien. Er zit nu een 2x6, heb je daarachter. Ja. Dan doe je dus een U-vormpje maken met je glas. Gedaan. Oké, okay, en dan... Daarbovenop doe je een tapijtje, ook de rode variant. En dat doe je zeg maar helemaal rond, dat er een soort dakje op komt. Dat kan deels. Dat, ja, en in het midden kan je gewoon twee plaatsen, dan komt er ook een dakje. Bizar. Vet, hè? Oké, okay, heb je dat? Weer ineens Minecraft. Wacht, rustig aan. Ja, we zijn aan het plaatsen. We hebben nog 30 seconden. Oké, okay, het is geplaatst. Ja, oké. Okay. Dan ga je naar, zeg maar, dat daarvoor zit dan weer een zwart lijntje. Daar doe je ook van die tapijt op plaatsen. Ja, 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 ja? Duidelijk. Ja. En dan aan alle zijkanten, daar doe je een knopje en dan een stenen variant. Ja, ik zei het een beetje verkeerd, maar goed. Ja. Ja? Hartstikke deetjes, ja. Oké. Okay. En aan de andere kant ook? Ja, en dus, ja, gewoon aan alle kanten. Dus heb je zeg maar vier... Alle kanten? Ja, heb je vier met... Ik heb alle kanten, heb ik nu stenen variant. Ja, er zijn er maar vier, hè? Oh, de tijd is op. Oh, oké. Okay. Oké, okay, nou, ik denk dat dit echt perfect is gegaan. Dat denk ik ook. We hebben iets heel moois gecreëerd. Ja. Ik kom even kijken, hoor, KB. Huh? Hij is best goed, moet ik zeggen. Alleen dit... Ja, oké. Okay. Goed. Jij mag dit aan Max gaan communiceren. Ja, is goed, okay. Gaan we doen. Goed jongens, laatste ronde. Of ja, hoe moet je het noemen? Laatste poging. Ja. Het is van Justin naar Rick naar KB. Is het een beetje goed gegaan? Want jullie kunnen al het resultaat zien. Ja, alleen ik had niet verwacht dat ik maar 3 minuten kreeg. Hoezo? Nee. Dat was van tevoren enorm duidelijk dat je maar 3 minuten kreeg. Dat was ik er net niet. Oh, okay. Ja, ik heb hier echt een prachtig kunstwerk staan. Okay. Dit wordt helemaal top. Begin maar. Rick, je hebt de timer 3, 2... 1, begin maar. Oké, okay, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Okay. Timer is gestart. Schapen met een bloedneus. Ja. Je weet dan precies. Ja, ja. Pak het erbij. Ik heb het. Oké, okay. Je maakt een rij van 3. Niet van 4, niet van 5. Maakt het uit? Niet van 2, rij van 3. Oké, okay, dat staat er. Ja. Ik zeg niet welke kant op. Ja. Dan schaap, dit keer geen bloedneus, maar wel heel erg donker. Ja, die heb ik. Ja, oké. Okay. Rij van 3 er tegenaan. Echt er vlak tegenaan. Oké, okay, de vlak tegenaan, ertussen. Ja. Ja, geen blokken tussen. Terug naar de bloedneus, nog 2 rijtjes. Terug naar de bloedneus, kom op, dus, we hebben geen tijd. We hebben geen tijd hiervoor, ja. Okay. Nog 2, zeg je. Ja, 2 rijtjes tegenaan. Donkere weer. Heb je die donkere? Oké, okay. Okay, één rijtje. Ja, ja oké, okay, bloedneus. Laatste keer bloedneus. Ja. Nou, misschien niet de laatste keer bloedneus, maar even bak even die bloedneus. Nog 1 rijtje. Dit klopt niet, dit kan niet kloppen wat ik nu doe. Oké, heb je ze staan? Ja. Oké, er zijn blokken, maar er zijn ook kleinere blokken. En die moeten we hebben van steen. Oké, die heb ik. Ja, en die dump je gewoon er tegenaan. Maakt niet uit. Ga waar los. Tegen wat? Overal. Overal je ziet. Overal? Rammen. Ja, okay, nee, gaat het fout. We moeten door. Okay. Het gaat fout. Ik heb bij de top niet. Jawel, je pakt één zo'n mooie bloedneusvariant en die plaats je op... Het rijtje van de zwarte. Allebei. Eentje. Eén van de twee. Je mag zelf kiezen. Jongen, nee. Dit gaat fout. Oké. Okay, heb je hem staan? Pak doorzichtige gedoe. Ik heb hem. Maar niet de dikke, maar de dunne. Ja, die heb ik ook. Ja? Oké. Okay, daar plaats je een U'tje van. Een U. Mooi U. Mooie letter. Ja. Maar plaats je tegen de bloedneusschaap op de bovenkant.
Ja. Een uurtje. Ja, dus, gewoon een uurtje. Ja, en op die U, ja, op zo, die ja. U plaats je bloedneusschaap, maar dan plat gedrukt. Platte bloedneusschaap heb ik van je nodig. Oh, platte bloedneusschaap. Ja, die doe je op de doorzichtige blokken. Dat klopt toch niet? Dit zijn platte... Op de doorzichtige blokken. Ja, wat moet ik dan voor me zien? Oh ja. Nee, ik weet al wat je bedoelt. Plat gedrukt. Ja, sorry, heb je hem staan? Heb je hem? Wacht even, bijna. Hoeveel hebben we nog? Ja, ik heb hem. 40 seconden. Oh, we hebben tijd straks. We kunnen nog wat dingen toevoegen nu. Oké, bovenop de andere donkere schapen gedoe. Ja? Ook van die platte bloedneusschapen erop. Ja. Ja. En dit kan niet kloppen, wat hier. Het lijkt niet. Dus ik weet niet eens wat het is. Oké, pak dan de doorzichtige blokken, maar dan grijs. Oké. Lichtgrijs, weet ik het. Leef je uit. En die doe je aan de achterkant. Een beetje erbij. Een beetje erbij. Je maakt het wel heel moeilijk. Ja, dit is echt een beetje geen erbij. Uitleg. Ja, zo. Gebruik je fantasie. Het is er een beetje bij, ja. Ja, we gingen zo lekker dat dus... Oké. En onder, zeg maar, soms als de lantaarnpalen uitstaan, ja. Is het heel donker. Ja. Die blokken pak je. Oké, Tijd is voorbij. Tijd is op. Tijd is op. Oh, ik plaats wel gewoon eentje hier. KB, wat heb je wat gedaan? Dat is zo onduidelijk. Dat is heel duidelijk, toch? Nee, dit was echt onduidelijk. Ja, dus... Oké, gaan we beginnen bij Max en dan steeds iedereen langs? Ja, begin maar bij mij. Kom maar, jongens. Kom maar even, KB. Kom maar bij mij. Ik ben echt enorm benieuwd wat dit is. Nou, dit is hartstikke goed gegaan. Nee, dit kan niet goed zijn. Ja, dit is een vrachtwagen. Nee, dit ging net even mis. Ja, het is een zieke bumper. Wat is dit dan? Ik weet je wat jij zegt. Jij zegt plaats maar die halfjes gewoon overal eromheen. Zeg ja, je overal. Ja, was bijna goed. Ja, was wel bijna goed. Ja, ja dit is overal eromheen. Ik heb net de verkeerde blokken gepakt. Wat is dit? Ja. Nou, we hadden tijd over, dus ik denk, er kan nog een beetje rook uitkomen van de uitlaat. En dit? Oh, mijn god. Ik weet niet wat die lamp hier doet. Ja, jij zei, die lamp die moest ik pakken. Nee, helemaal niet. Je zegt iets, een lamp die uitstaat. En die donker is. Nou, dat is deze. Dit is een lamp die uitstaat en die donker is. Nee. Ik dacht, we maken nog even... Nee. Oké, maar ik ben wel benieuwd wat het was. Ja, dit komt vanaf KB. Stone buttons. Ik snap nu wat je bedoelt. Precies, zeg maar blokken, maar dan kleiner. Ik snap wat je bedoelt. Ik durfde geen knoppen te zeggen. Ik denk, dat geef ik weg. Nee, ik snap wat je bedoelt met het... Oh, mijn god. Hè? Het was... Het is helemaal niet zo gek, hè? Op zich. Het is inderdaad... Ik zie waar je vandaan kwam. Ik zie waar je vandaan kwam, inderdaad. Maar alleen, het is echt goed. Wel fout gegaan. Maar jij had die meer soort... Nou ja... Vooral die buttons heeft het verpest. Oké, maar dan ben ik wel benieuwd wat dit vandaan kwam. Dit moest hij ook wel overal omheen doen. Dit kwam van... het zijn er twee. Ik heb er zelf eentje naast gebouwd om het uit te leggen. Dit is de originele. Hoe is het zo fout gegaan met die buttons? Ja, ik zei, hoe is dat zo extreem fout gegaan? Hij zei eerst doe er vier. En toen zei hij overal omheen. Dus dan ga ik ervoor. Ja, maar dit is zo jammer. Maar op zich, dit lijkt er nog enigszins. Het is vooral bij de laatste fout gaan. Althans, kijk, wat is dit? Oh, er zit nog een hele caravan achter, joh. Ja, maar ik had niet meer tijd. Hoe dan een caravan erachter? De glowstone, die werkte wel. Die hoort erbij, de glowstone. Ja. Uiteindelijk zat er daadwerkelijk glowstone. Oh, die caravan. Er was niet eens tijd voor de caravan. Hoe heb je alleen tijd gehad om de auto aan Rick uit te leggen? Ja, dat duurde echt wel lang. Wij hadden tijd over. Oh ja, trouwens. Dat is inderdaad niet. Wij hadden ook niet genoeg tijd daarvoor. Oké, jongens. Is je goed gekeurd, Justin? Als jij zeg maar deze vergelijkt, jouw eerste, met die van deze door de APK-keuring gegaan, ja? En deze stoot hem op de kaart. Maar dit is gewoon een vrachtwagen. Ja, ik vind het een mooi, man. Dit is een amfibievloertuig. Ik zou hier wel gewoon mee door de straat durven racen. Oh, ja, mijn god. Oké, nou, ik keur hem niet goed. Hoezo niet? Nou, kijk het verschil dan. Dit is wat het was en dit is wat het moest worden. Andersom, dit is wat het was en dit is wat het moest worden. Jammer. Maar goed, jongens, we gaan naar ronde 2. Nu begin ik. Dan ga ik het uitleggen aan meneer KB. Meneer KB gaat het uitleggen aan Rick. En Rick aan Justin. En deze keer, het kan niet fout gaan, oké? Nee, oké. Het kan niet fout gaan. Het kan niet fout gaan. Laten we gaan naar ronde 2. Oké, KB, ben je klaar voor ronde 2? Deze keer beginnen we bij ons. Ik ga het aan jou uitleggen. Jij gaat het aan Rick uitleggen. En Rick gaat het aan Justin uitleggen. Ja, ik ben er klaar voor. Oké. Laten we het doen. We gaan dit doen. Oké, we doen deze keer 4 minuten. Omdat iets de build is echt geweldig. En ik wil gewoon dat het goed gaat, oké? 4 minuten de tijd krijg je. Ik maak me zorgen. Ben je klaar voor? Ja. Oké, 3, 2, 1. Welkom. Oké, we pakken een geel hard blok en een lichtblauw hard blok. Geel hard. Ja. Lichtblauw hard. Ja, exact. Oké, dan plaatsen we dat gele blokje, die plaatsen we gewoon neer. Zo.
Ja, eentje. En dan plaats je ernaast nog eentje. Nog een gele, ja? Ja, okay, en dan daar tegenaan nog steeds 1, 2, 3, 4, 5, 6 blauwe. Oké, okay. Doe ik wel even de andere kant op, anders past het niet. Ja, 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 prima. En dan aan het einde weer 2 gele. Dus dan heb je 2, 5, 2. Klopt dat? Ik heb 2, 6, 2. Oh, 2, 6, 2. Ja, klopt. Sorry. Dan doe je dat 4 dik. Dus dan nog 3 er tegenaan. Snap je? Dan is die 4 dik. Jemig. Ja, 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 dat dan klopt. Moet ik opschieten. Oké, okay, ja, okay. Ik ben heel hard aan het bouwen. Er tegenaan en niet erbovenop. Nee, 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 niet erboven. Er tegenaan, dat die 4 dik is. Ja. Ja. Heb je dat? Oh, ik val naar beneden, joh! Heb je het? Ja, ik ben er weer. Nee, ik ben er weer. Okay, we kunnen door. Snel, snel, dan snel. Nu doe je een laag omhoog. Hetzelfde en een laag omhoog. Wat? Alles? Oké. Okay. Oké, één omhoog. Dus één laag omhoog met alles hetzelfde. Ja, maar ik moet heel hard bouwen nu. Ja, 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 gewoon opschieten. Dat komt goed. Gewoon opschieten? Gewoon opschieten. In nog 3 minuten. Heb je het? Oké, okay, ja. Oké, okay, dan hou je van alles de hoekjes alleen weg. Alleen de hoekjes hou je weg. Van alles de hoekjes weg? Alleen de bovenste hoekjes. Alleen bovenop. Oh, ja. Oké, okay, heb je dan dat? Dan moet ik weer blokken terugzetten. Alleen bovenop de hoekjes. Ja, oké, okay, ja. Oké, okay, dan heb je het blauw. Dan sla je aan allebei de kanten 1 over. En dan plaats je een vierkant van 4x4 in het midden van het blauw. Nou, als het goed is, 2 streepjes blauw over. Snap je wat ik bedoel? Ja, een vierkantje. Ja. Een vierkantje, ja. Die maak je 1, 2, 3, 4 hoog. Jemig. Dus in principe nog 3 erop, snap je? Ja, ik ben het aan het doen. Oké. Okay. Nog 3 erop, hè? Ja, nog 3. Ja, dus dan is je 4 hoog. Oké, okay, dan heb je... Nee. Heb je dat? Heb je dat? Maar ja... Ja. Oké, okay, dan doe je een zwart dingetje waar je op kan drukken. Ja. Die plaats je 2 naast elkaar op de lange kant. Snap je wat ik bedoel? Nee. Op dat vierkantje. Op de 1 na hoogste. Het is vierkant. En dan, het vierkant staat op de lange kant natuurlijk van dat ding eronder. Op ja, dat blauwe, ja, 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 ik heb hem, ja. Oké, okay, en dan doe je op de, niet de bovenste, maar eentje eronder, doe je 2 zwarte drukdingetjes naast elkaar. Ja, zwarte drukdingen, let's go, ja. Oké, okay, dan doe je... Daaronder 2 houten dingetjes waar je op kan lezen, waar je tekst op kan schrijven. Doe je onder die 2 dingen waar je op kan drukken, doe je 2 naast elkaar. Houten donker. Dingen waar je tekst op kan lezen? Ja, donker naast donkere dingen, donkere variant. Heb je dat? Donker? Ja, nou, ja niet heel donker, maar donker die je kan krijgen. Even. Ik weet wat je bedoelt. Snap je ook? Okay, de donkerste? Ja, de donkerste die je kan vinden. Oké, okay, ja. Oké, okay, dan... Dat is heel raars. Heb okay, je dat? Ja. Dan bovenop je vierkant doe je de bruine poepversie van wat een schaap... heeft. Doe je vierkantje van maken. Mijn favoriet. Ja, jouw favoriet. Heb je dat? Ja. Een vierkantje erbovenop. Ja, dan aan de voorkant, op het bovenste laagje geel, doe je er tegenaan, zeg maar aan de kant waar de dingen waar je op kan drukken en zo, plaats je ook een randje bruin. Bovenste laagje geel? Ja, snap je? Ja, boven die drukdingen, boven die drukdingen. Boven die drukdingen? Daar zit helemaal geen geel. Jawel, er zit nog één randje geel als het goed is. Nee! Oh, dan één. Boven die drukdingen doe je een klein streepje van 4 van bruin. Ja. Heb je dat? Ja. Oké, okay, op de 2 buitenste van dit 4 dingetje doe je nog eentje. De bovenop. Buitenste 2 buitenste, van... ja. Ja. Oké, okay. Dan gaan we naar de zijkant van het kunstwerk. En daar doe je hetzelfde als wat je in de voorkant hebt gedaan bij alles. Ik heb geen idee wat dit moet worden. Snap je? Dat doe je, wat je nu met die streepjes, dat bruine streepje in de tweede bovenop, dat doe je aan de achterkant en aan de zijkant. Oké? Okay? Hè? Doe maar snel. We hebben nog maar 10 seconden. Oh, oké. Okay, ja, ik doe het heel snel, ja. Aan de voorkant ook, hè? Ja, aan de voorkant ook. Oké, okay, ja. Heb je dat? Ja. Ja, oké. Okay, dan is de tijd wel voorbij. Dan is de tijd wel gewoon voorbij. Helaas. Oké, okay, ik heb okay. Het heel moois gemaakt. Ik hoop dat het goed is gegaan. Ik denk ik het niet. Ik hoop het echt enorm. Dus laten we nu maar gaan naar... dat jij het moet uit gaan leggen aan Rick. Ja. Ik ben er klaar voor. Oké. Okay. KB, jij moet het nu uit gaan leggen aan Rick. Wacht, ik wil El nog eventjes zien wat jij hebt gepoefd. Nee! Dit is precies wat jij vertelt. Nee! Dit is niet wat ik heb verteld. Dit is wel... Dit gaat zo niet de goede kant op. Heel braaf jouw instructies opgevolgd. Nee. Ja, wat doet dit hier? Er moest iets op geel. Als ik letterlijk dit al hoor, dan gaat het al gewoon fout. Ik wens je heel veel succes. Jullie krijgen 4 minuten, dus je hebt iets langer, Rick. Oké, oké. Oké, tijd gaat nu in. Let's go. Oh, wie heeft er een timer? Wacht even, wie heeft er een timer? Zal ik een timer doen? Nee, ik heb hem aangezet. Maar ik doe ook een timer. Hij staat al aan. Ik ga nu een timer aanzetten. Rick, ben je er klaar voor? Ja, Rick, ik weet niet waarom ik zo hard praat ineens. Rick, we hebben knijterharde blokken nodig. Geel en lichtblauw. Knijterhard. De allerhardste die je kan vinden. Geel en blauw. Heb je ze? Ja. Oké, okay, pak de gele versie. Licht of donker? Licht of donkerblauw? Licht. Licht, oké. Okay. Licht en heel hard. Ja, oké, okay, ja. Ja, oké, okay, pak de gele versie. Ja. Maak een rechthoek van 2x4. Heel snel. Het is nu klaar. Ja, heb ik. Ja? Heb ik. Oké, okay, daar tegenaan, zeg maar aan de kant van 4, maak je nog een rechthoek van 6x4. Maar dan van lichtblauw. 4, 5, 6.
4. Sneller. Dit moet sneller. Ja, ik moet... Waarom gaan we max maken? Oké, okay, ja. Ja, oké. Okay. En dan aan de andere kant van dat lichtblauwe rechthoek... Ja. Maak je nog zo'n geel rechthoek. Net zoals die andere was. Links dus of rechts? 2x4. Aan de andere kant. Oh, andere kant. En dan nog hetzelfde als wat we net hadden. Ja. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Goed focussen nu, Rick. Dit is heel belangrijk. Ja, ik ben gegaan door. Je gaat naar het gele vierkant. Ja. Ik heb geen geel vierkant, ik heb alleen rechthoek. Geel rechthoek, daar zijn we. Ja? Welke, links of rechts? Allebei, tegelijk. Ja, okay. Daar plaats je bovenop, aan de buitenkant, twee gele blokkers. Ja, precies, Rick. Aan de buitenkant. Ja? Ja, en aan de binnenkant 4. Ja, jeetje. Dus je krijgt een rijtje van 2 en een rijtje van 4. Ja, heb ik. Ja, oké, okay, dan heb je in het midden, moet je helemaal vullen met blauw. Tussen die twee gele, de gekke flatsels in. Er is gewoon nog een laagte bovenop. Ja. Oké, okay, heb ik. Ja, oké. Okay. Op het blauwe rechthoek maak je een blauw vierkant in het midden van 4x4. Dit gaat je lukken. Dit kan jij. 4x4 erbovenop. Knallen. Ja, heb ik. Oké. Okay. Kijk eventjes naar jouw mooie kunstwerk tot nu toe. Ja, gast. Ja, hoor. Oké, okay, ja, maar dit is belangrijk. Mee. Kijk er goed naar vanaf de lange kant. Ja, dan pak je de zwarte drukvarianten. Zwarte drukvarianten, die pak je. Dat is zo fout. Heb je de zwarte drukvarianten? Crash je plate of button? Druk, sorry, heb ik. Die plaats je bovenaan je blauwe, lichtblauwe vierkant ding. Plaats je die in het midden. Dus, en dan krijg je er 2 tweetjes. Oh. Ja? Nee. Ja, heb ik. Oké, okay, daaronder. Je weet, in Minecraft bestaan er van die dingen waar je op kunt schrijven. We gaan hartstikke lekker, we hebben nog 1,5 minuut. Er bestaan van die dingen waar je op kunt schrijven. Je weet precies wat ik bedoel nu, hè? Ja, een sign. Daar pak je de donkerste variant van. Ja, en die plaats je onder je zwarte drukvarianten. Hij zei er maar 2, je hebt er 4. Eronder? Ja, eronder. Plaats je er. Die plaats je eronder. Heb je ze? Rick! Ja. Heb je ze, Rick? Ja, okay. Ja, ze zitten eronder. Oké. Okay. Ja. Schapen, die zijn vergeten te vegen. Ja? Die blokken moet je nu pakken. Schapen vergeten te vegen, die blokken. Schapen vergeten te vegen? Ja, schapen die vergeten zijn te vegen. Je weet precies welke blokken ik nu bedoel. Ja, weet ik. Okay. Nee, klopt. Die, ja. Die doe je op je blauwe vierkant. Ja. Precies zo groot als de vierkant, maar dan alleen 2 hoog. Wat doe jij, Rick? Ja, dit is schapen die vergeten dit te vegen. Ja, dit is wat ik krijg. Heb je het? Ja, bijna. Oké, okay. Onderste laag van je bruine kunstwerk. Ja, van het bruine wat je net hebt neergezet. Oké, okay, daar maak je de rand 2 keer zo dik. Rand 2 keer zo dik. Ja. Even snel. We hebben nog maar 20 seconden. Ja. Sneller. Goed. Laat weten als je klaar bent. Ik ben... maar 5 seconden. Ja, ik ben klaar, Nee. Nog 10 seconden. Oké, okay, we gaan de meeste tijd pakken. Op prima. Op de gele flabbels zijn flabbels. Ja, flabbels. Pak je nog even je scheten dingen. En dan maak je nog even een rijtje erbovenop. Oh, oké, dat was het. Mijn timer gaat. Het is precies gelukt. Ik ben precies klaar met mijn instructie. Dit is precies wat je bedoelde, denk ik. Ik ben heel erg benieuwd. Max, ik heb letterlijk zijn instructies. Nee. Ik ben heel benieuwd. Ik heb zijn letterlijke instructies. Mag ik al gluren? Nee, nog niet. Okay. We gaan door naar de laatste poging om dit bouwwerk te redden. En dat is namelijk met Justin. Justin gaat als held zijn. Goed, jongens, welkom in de laatste ronde. Kabea mag even kijken naar wat Rick gebouwd heeft. Durf van ik te kijken? Ja, ik denk het niet, eerlijk gezegd. Kabea, het is 1-1. Kom naar boven. Kom maar niks zeggen, want Justin mag niks weten. Nee, okay. Niks zeggen over het resultaat. Ja, maar ik zie het aan Rick. Ik ga me omdraaien, ja? Ja, draai je om. Wat? Wat is dit? Nou, kijk maar even goed wat Rick ervan heeft gemaakt. Het is 1-1. Nou, ja, ik snap niet hoe dit zo fout is. Ik zie het wel. Nou, Rick, we zijn echt een topteam. Hierboven staan. Echt een topteam. Ja, maar ik zie het aan jullie gezichtsuitdrukking dat het niet helemaal waar is. Gezichtsuitdrukking? Je kijk, zit naar een muur te staren. Ja, naar Rick. Timer start in 3, 2, 1. Timer start. Oké. Justin, van echt het hardste blok, weet je wel, als je cement, als dat opdroogt, dat, dan de gele en de blauwe versie. Dus dat zijn die hele felle kleurtjes. Lichtblauw, donkerblauw. Licht. Ja, heb ik. Oké, okay, dan pak je van die gele, doe je 2 naast elkaar. Ja. Oké, okay, die heb je. Yeah. Dan ga je eentje, even kijken, eentje naar achter en eentje naar rechts. Dus dan ga je schuin ervan. Dus eentje naar achter, schuin van die. Eentje en naar achter en dan? Ja, dus je hebt zeg maar die 2 geplaatst. Dan sta je dus bij het tweede blokje. Doe je 1 stap naar achter. Ja. Ja. En dan doe je 1 stap naar rechts. En dan het blokje rechts voor je, daar plaats je een blauwe. En dan... nog 3 naar rechts, dat je uiteindelijk een lijntje hebt van 4 blauwe. Duidelijk, hè?
Ik dacht dat Justin de redding ging zijn, maar dat gaat het niet worden. Duidelijk, Justin? Maar, ja, ja. Ja? Oké. Okay. En dan daarna, dus dan heb je nu heb je twee gele, dan heb je schuin, heb je vier blauwe. Oh, zo. Oh, wow. Ja? Hij heeft zichzelf en dan ga je weer schuin naar voren en dan doe je weer twee. Dus dan heb je een soort gek gebogen streepje heb je. En dan, dus je hebt twee naar buiten, vier naar binnen. Oh. Jongens, jullie ja? zijn echt al te lang met dit bezig. Maar, Justin, ja. Hoe snap je dit niet? Weet ik niet. Okay, ga, dan door, je, ga door. Okay, dan gaan we naar die linkergele waar we net schuin zijn gegaan. Oké, dan ga je dus naar de andere schuin? Kant. Ja? En je maakt hem... Vier, naar links. Ja. Naar links. Oh. En dan doe je ook weer eentje naar achter. Dus dan heb je een soort U'tje. Ja? Justin, kom op, Justin, opschieten, jongens. Justin, dan heb jullie je zijn op de U'tje. Helft, jullie hebben dit pas. Wat? Opschieten, ga door, Rick, ga door. Justin, okay, ja, dan heb je U'tje en dat doe je aan beide kanten. Dus aan de andere kant maak je ook een U'tje. Dus dan heb je nu twee U'tjes die naar elkaar toe kijken, laat maar zeggen, met de open kanten. En dan doe je de andere kant doe je ook weer zo'n blauwe. Dan heb je zo... Ja, wat is dit? Is blij gewoon denken. Snap je net, Justin, nog? Doorgaan, ja, doorgaan. Ja, ja, oké. Okay. En dan op die U'tjes doe je... Aan de buitenkanten doe je weer een tegenovergesteld U'tje maken. Kom op, zit hier, Justin. Je snapt het, hè? Kijk, en dan... Van de blauwe die doe je helemaal dichtmaken. Dus doe je even eentje omhoog nog. En dan doe je hem helemaal dichtmaken. Dus dan heb je blauwe rechthoekje. Dan heb je een blauw rechthoekje met twee U'tjes erbij. Oh, maak rechthoekje. Maar dicht. Rechthoekje, sorry. Ja. En dan heb je van die drukdingen. Ja. En dan zwarte. Ja. En dan doe je er twee van in het midden. Hè? Oh. Ja. Dat zei ik net ook. En dan hoor ik iets van signs. En die moeten eronder. Dus je moet blokjes weghakken en dan daaronder moeten signs. Ja, dan vergeet ik niet. KBA heeft uiteindelijk de signs eronder geplaatst. Ik heb ze ook. Ja. Maar je kan niet zeggen dat dit geen kunst is. Oké, en dan ga ik nu aan jou vragen. Het schaap is het vergeten te vegen. Dat moet je plaatsen. Nou, doe jij maar eens even wat dat is. Ja, dat weet ik wel. Ja, oké. Okay. Ja. Waar moet dat? De bovenop. Er bovenop. Wat een klutsch. Het was wel duidelijk. In een vierkant. En dan daar in een kleine vierkant. Duidelijk? Ja, ja, ja. Ja, dat is het wel. Dit noem ik echt oprecht kunst. Okay. Ik kan je niet zeggen dat dit geen kunst is. Oké, jongens. Snel klaar. Wat Justin, is dit? Blijf maar daar staan. Laten we allemaal even hierheen gaan naar Justin zijn kunstwerk. Rick, ja. Vind je het goed gekeurd? Wat is dit? Dit is niet wat ik bedoelde. Dit is echt het mooiste wat ik ooit heb gezien. Wat is dat in het midden? Lijkt een soort Pac-Man. Ja, dat is een vogelbekdier. Lijkt een beetje bordjes eronder, hè? Ik ben extreem onder de indruk. Dat heb je goed gedaan. Bordjes eronder. Ja, nou, het kwam op zich in de buurt. Wat is dit? Oké, nou, Justin, waar dit vandaan kwam, was dit hier. Dit is wat... Je moet deze negeren, het is zeg maar alleen deze. Deze moet ik even weghalen. Heb ik niet gehoord in het hele... Nee, maar dat maakt niet uit. Bruin de Wol was uiteindelijk goed. Dat was de bedoeling. Alleen ik begreep het verkeerd en heeft het verkeerd uitgelegd. Dus daar heb jij het goede blok gepakt. Nee, maar die uurtjes tegenover elkaar, is dat goed? Even kijken wat het gaat. Nee, dat is niet goed. Dat is echt niet goed gegaan. Nee. Okay. En als je afvraagt waar dit vandaan komt... Nou, dan ga je helemaal schrikken, dat is dit. Niet schrikken? Dit is heel mooi! Wat is dit? Ja, dit is extreem, extreem mooi. Is dit een cowboy? Dit is zeker een cowboy smurf. Ik denk ook dat de bedoeling was. Nee, niet een smurf. Oké, cowboy is goed, maar het is geen smurf. Niet? Hoezo? Maar jij zei lichtblauw. Het was een Roblox poppetje met een cowboy hoed op. Wat? Hoe is dat geel geworden? Dat was al. Maar we zijn toch niet van dit... Kijk waar dat naartoe gaat. Nee. Het is zo letterlijk dat Roblox poppetje naar dit gegaan. Maar alle kleuren zitten er wel in. Ja, ja, wel. De kleuren zijn goed. En de bordjes en de buttons ook. Ja, maar KB... Die zitten er ook in. KB, ik zat loop er helemaal niet heel ver vandaan eigenlijk. KB, kom nog even met me mee. KB, kom alleen even mee. Kleur was even misgegaan. Maar ik wist helemaal niet dat ik naar geel moest weer. Oké, kijk. Dit grijs is dan misschien mijn fout. Maar kijk, jij vertelt mij... Kijk die buttons hier. Jij vertelt mij, er moeten buttons bovenop, zei je tegen mij. Ja, bovenop. Ja, maar daarom zei ik dat je voor je kunstwerk moest gaan staan en even goed naar moest kijken. Kijk, de bordjes zitten eronder. De bordjes zitten eronder.
Oh, erg vermakelijk. Nou, kunnen we hem goed? Ja. Ja, als we vooral kijken naar eerst die van mij, zo mijn Roblox poppetje met een cowboyhoed op en dan naar die van je. Als je je ogen laat zeggen, zijn hoofd dicht. Hij is hier gewoon gestorven. Hij is hier gewoon gestorven, zijn hoofd ligt op elkaar, de grond. Het is een Roblox poppetje, hij is uit elkaar gevallen toen hij dat ging. Ja, dat is het. Dat is het inderdaad. Het. Nou, maar ik moet zeggen, de kleuren en alle elementen zitten erin, dus ik keur hem goed. Ja, Rick, wat is met jou misgegaan met je gras? Kijk, KB zegt tegen mij, een schaap moet nog vegen. Nou, dat is toch heel duidelijk? Ja, ik denk, wat moet je vegen? Het gras is het heel duidelijk. Ik wist het niet. Justin begreep het. Justin had het meteen door. Oh, nou jongens, ik ben het mooi geweest. Nou jongens, dank jullie wel voor het kijken in deze video. Vergeet zeker even niet te liken en te abonneren. Kijk ook naar meneer KB zijn YouTube kanaaltje. Kijk naar Rick zijn YouTube kanaaltje. En kijk naar Justin zijn YouTube kanaaltje. Ja. Hartstikke leuk. Dank jullie wel voor het kijken. Vergeet zeker niet te liken zoals ik net al zei. En dan nu kijk lekker deze video. Dit is namelijk een andere video met ook een leuk concept waarin we ook gelachen hebben. En Shrek en Mr. Bean spelen in deze video. Het is niet te geloven. En dan nu spreek je later glaasje water. Telt 4 flesjes bier tot de volgende keer.